Het pittige broodje Devil's Buns van Eetcafé Het Bolwerk is geselecteerd voor de finale van The Ultimate Bite. Nou, maandag gaan we daarheen en dan moeten we aan een wedstrijd meedoen. Moeten we ons broodje daar in een bepaalde tijd maken met een bepaald aantal ingrediënten. Dat moet nog aan een prijs voldoen, want het moet prijstechnisch moet dat ook kloppen. En dan wordt het gecontroleerd door de vakjury, waaronder degene die vorig jaar het broodje heeft gewonnen. De finale bestaat uit 15 deelnemers die uit heel Nederland komen. En om te kunnen winnen moet er gestemd worden. Er is een gedeelte van de internetstemmen. Die kon je hier, als je hier het broodje had gegeten, kon je op internet stemmen voor het broodje. Er is een publieksjury daar zo. En er is hier een bezoek van hun zelf geweest. En dat is dan ook nog een derde van de stemmen. En dat bij elkaar maakt een eindoordeel. Het broodje bestaat uit rucola-sla, pittige paprikasaus, pikante spek en kaas en nog een paar geheime ingrediënten. Nou, het broodje is niet echt helemaal 100% ons idee. Een vriendin van mij die liep op de horecava en die moest een broodje opgeven en die heeft dat gedaan. En die heeft vervolgens gezegd dat je dat hier kon eten. Dus ja, toen hadden we wat te doen. En zo zijn we eigenlijk op het broodje gekomen, nog een beetje dingen bijgeschaafd en we hebben er wat leuks van gemaakt. Ja, dat hebben we ingestuurd. En toen kwamen we bij de top 15 van Nederland terecht. En nu zitten we in de finale in Amsterdam maandag.